Ja, wat vind je er tot nu toe van? Ja, ik vind het wel tof. Het is een andere manier van dingen bijleren ook, hè. Zeker, ja. Ja, wat was de reden dat je deze koos? Ja, omdat ik zelf ook een beetje nu in mijn vrije tijd en al ben ik ook bezig met events. En ja, het Ja. is toch wel belangrijk, ja, hoe krijgen we die bezoekers nu terug en naar de evenementen? Ja, eens. Ja, nee, dat is waar dit met name ook even over gaat. Dat best wel een dingetje is. Even wat achtergrond van mij. Ik ben zelf, ik train mensen voor events. Dus ik doe standhouderstrainingen. Dat heb ik in over de hele wereld gedaan. Dus ja, best wel. Oké, we hebben toch drie deelnemers. En misschien moeten we switchen naar het Engels. Even die. Kaylee is toch allowed to talk. Promote the panelist. En dan is Kaylee weer weg. Nee, Kaylee is back. Kaylee, where are you? And can you talk? Can you show us a sign of being alive? Nou, was. Kaylee is long gone. Maar dan wil ik wel even van Kaylee weten of we in het Engels kunnen. Dus dan ga ik toch vragen of Kaylee even wil reageren. Kaylee, could you please respond in the chat, perhaps? If we can go in English or... And here is the chat. Kaylee, ik ben er maar problemen met audio had ik voor de vorige week. Ik hoor jullie wel. Kaylee, oké. Kunnen we in het Nederlands? Want ik heb nu een Vlaamse meneer onder de knop. Maar ik zie dat je het Nederlands typt, dus ik ga gewoon lekker even verder in het Nederlands. Dus, nou jongens, dan zijn we met z'n drietjes daar. Dat betekent dat we in een moordentempo kunnen gaan. Ik was even over mijn achtergrond verteld. Ik ben trainer, over de hele wereld getraind en ook hard geraakt door corona. Mijn agenda liep in no time, leeg toen corona losbarstte. Hey, over deze sessie, er zijn eigenlijk bijna geen regels. Nou, het is bijna weekend, zeg ik. Nou, dat is niet helemaal waar. Hè. Er zit nog een dagje tussen, maar... ja, goed, het is ook wel een beetje een workshop waar we met elkaar werken, weliswaar virtueel. Nou, als je dit ziet, dan heb ik een vraag aan jullie. Ja, mijn vraag is even, en toch dan maar even in de chat. En laten we dat dan maar inderdaad in de chat doen. Hoe zitten jullie erbij, coronatechnisch? En dan ga ik eens even naar de chat kijken wat jullie daarvan maken. Hoe zit je erbij? Hoe voel je je? Wat is het voor je aan het doen? Of niet? Het is spannend, dan ga ik zitten wachten op de chat. Of iemand wat schrijft. Pas, je mag het anders ook wel roepen. Ja, ik heb het momenteel als student, dus druk mijn examens beginnen deze week. Dus, examens, nou, dat is mooi. Ja, dus jij bent student, dus daar ben je niet zo geraakt. Ja, ik ben een businessman. Kaylee, wat is jouw achtergrond? Nou, hopen we maar dat Kaylee aan het typen is. Anders wordt het wel een heel erg eenrichtingsverkeer. Kijk, ik zal het. Kaylee is er niet meer in de house. Hij is nog wel aan de house, maar die hoort het misschien niet. Nou, dan gaan we ervan uit dat. Oh nee, daar is er. Ik zie iets gebeuren. Wacht even. Kaylee. Oh ja, ik ben helaas. Ik ben december nieuw uitgekomen door de marketingafdeling, waarbij mijn hoofdtaak het organiseren van beursevenementen. Daar ben ik eigenlijk nooit aan kunnen beginnen. Ja, dat is ingewikkeld. Dat is best wel lastig. Terwijl het zo'n mooi vakgebied is, beurzen. Ja, dit is, ik weet niet hoe jullie voelen, maar soms dan voel ik me een beetje als dit. Dan denk ik, jongens, ja, dit gedoe. Terwijl we hadden, ja, ik kom uit de markt waar we festivals hadden, mooie dingen. Ja, en dat is het nu. Lege straten. Langzaam beginnen ze al wat voller te raken. Alhoewel, wij kunnen nog niet naar Bas toe, het land van Bas. Maar ja, beurzen. Nou, Kaylee had er een willen organiseren voor het bedrijf. We horen later misschien wel wat voor bedrijven, wat voor producten dat zijn. Maar dat gaat dus ook niet meer, want het is allemaal dit wat wij nu aan het doen zijn. Best wel apart eigenlijk natuurlijk. Ik weet niet hoe jullie het voelen, maar ik voel me soms best wel zo of zo. Dat ik denk, ja jongens, is dit het nou? Ik heb toevallig zelf vorige week een livestream event mogen doen. Waarbij ik 2 uur in de studio stond. Ik kan jullie één ding zeggen, ik was kapot. Er hebben wel 5400 mensen naar gekeken wereldwijd, maar om te zeggen dat ik er zelf heel blij van werd, dat viel eigenlijk wel mee. Want kijk, we zijn meer bezig met
ja, handsanitizers en mondkapjes. En soms wil je misschien wel eens even onder een steen of onder een paar kussens kruipen. Dat je denkt, jongens, waar gaat het eigenlijk over? Maar, laten we niet opgeven. Wordt alles goed? Ja, uiteindelijk wel. Langzaam zie je natuurlijk wat beweging komen. Over de Belgische markt, Bas, volg ik de baas van de Belgische beurs, van de Brusselse beursgebouw. Die is vrij actief op social media. Die natuurlijk maar roept van, jongens, beurzen zijn anders dan festivals. Dus laten we alsjeblieft open gaan. Dat is in Nederland natuurlijk ook zo. In Duitsland gaan ze langzaam open. Vandaag horen we dat Beieren weer open gaat. Dus München en Nuremberg. Die kunnen weer gewoon beurs organiseren. Dan worden ze natuurlijk wel blij. En dat is eigenlijk goed nieuws natuurlijk. Angst. Alles zit nog op angst. Is het wel veilig? Kunnen we wel gaan? Maar we moeten, als we naar beurzen willen, moeten we natuurlijk langzaam ook weer wat blije mensen hebben. Oude mensen, jonge mensen die blij worden. Good vibes zijn eigenlijk de enige dingen die ervoor gaan zorgen dat we er bovenop komen. Dus ja, is wat mij betreft tijd voor een mindshift. Kijk, als je even naar deze getallen kijkt. Ja, hier zit iedereen op te focussen van, ja jongens, hoeveel gevallen zijn er en wat is er allemaal aan de hand? Ik kwam laatst deze infographic tegen. 1,6 miljoen exhibitors impacted. Dat is best wel veel. Daar ben ik eens mee aan het rekenen geslagen. Ik denk, joh, wat is dat eigenlijk voor getal? Maar als je dan even kijkt, 1,6 miljoen geïmpacted exhibitors. Nou, laat die nou eens gemiddeld 3 showdagen hebben. Dan zijn er in ieder geval 4,8 miljoen showdagen weg. Als ze nou gemiddeld 5 man per team hebben, dan ben je 24 miljoen showdagen kwijt. Als ze nou gemiddeld 10 goede conversaties per dag hebben, ja, dan ben je dus 240 miljoen intenties kwijt om met elkaar business te doen. Dit was allemaal gepland dit was allemaal gepland wereldwijd en dat is er nu niet meer. Dan stel ik me de vraag, waar zijn deze intenties heen gegaan en waar is het budget en de noodzaak voor contact? Dus dit is het interactieve stukje nummer 1. En misschien even goed toch voor dat iedereen even in de chat gaat. Waar denken jullie dat deze intenties heen zijn gegaan? Die waren er wel, er waren allemaal mensen die wilden gaan. Konden niet, want het was verstopt. Waar zijn de intenties? Waarheen? Ik zie jullie antwoorden graag in de chat. Ik ben even benieuwd. Waar denken jullie dat al die intenties heen zijn gegaan? Nou, ik zit er nu op het moment dat ik, waarom ik eigenlijk live veel leuker vind. Want ja, nu moet ik maar hopen dat jullie aan het tikken zijn. Maar weet ik het natuurlijk niet. Deels online gegaan. Ja, daar gaan we. Laten we even met elkaar kijken. Deels online, ander deels afwachten naar de toekomst. Ja, meer online denk ik. Een focus van. Niet was zoals je zelf zegt, met een verleidende cijfers, ja. Ja, dat ben ik wel met jullie eens. Dus een deel is online gegaan, maar dan is Bas de vraag, in hoeverre is dat nou een echte vervanger? Ik kom net, had je in Nederland Digital Day. Nou, daar kon je dan ook met elkaar chatten en meeten. Maar, en daar had je dan stands, nou, dat waren dan een soort online hokjes waar je dan iemand kon spreken. Maar ja, volgens mij zweeft dat nog. Hey, we hebben nog een vierde participant. Die gaan we nog eventjes toevoegen, jongens. Die is wat later gekomen. Promoter panelist. En later trok. Oké. Even zien. Dat is Andrea. Daar zijn we niet. Ah, Andrea is alweer weg. En dan gaan we gewoon lekker door, jongens. Ah, nee. Daar is Andrea. Andrea, one question, English or Dutch? Hi, Andrea. Can you hear us? I can hear you. Can you hear me? We can hear you, yes. Perfect. And we will continue in English. We were with a Flemish participant and a Dutch one, so we were talking Dutch. But now we will continue in English, no worries. So welcome to the show. Perfect. I'm Italian. And unfortunately, yeah. I'm late and I don't have much time. So I don't want you to switch language for me.
If No worries. For the rest, and I will speed up. No worries. Kind of you, and I can follow the slide anyway. Thank you so much. Yeah. No worries. Enjoy. Right, guys. So let's just go back for Andrea, that he just picks up here. Andrea, we were saying 1.6 million exhibitors were caught and impacted by the coronavirus. Let's say they have an average show day of 3. That means 4.8 lost show days, million show days, average team of 5, 24 million, 10 good conversations. So we were looking for those 240 million intentions to do business. And as a small group, we said, well, they are somewhere. Some people are online. Some people are waiting to do something. But my point is, there was intention to do business with other people. And where is it? Where is it? And this is what I'm focusing on. We have to navigate in towards success, start fishing again, reach for the moon. The big question is, when will you return? Well, when will we all return to trade shows? And all we have is now, and we have to think outside the box and raise the desire for exhibitors, for show organizers, that they want to do business again. They want to earn money again. And I've been reading a lot of articles offline and online, and it is said that trade shows and events are the motor of the economy, are the highway to success. And my question to you is, why do you think that trade shows and events are the highway to success? Well, Andrea, we all go to the chat now and we answer this question. This is the interactive part here. So why do you all think that trade shows and events are the highway to success? I see a first answer coming up already. Let me check. Right. So please answer the question. You can do it in Dutch and then I'll translate it right away. So why do you think that trade shows and events are the highway to success for businesses? And again, I'm awaiting your answers. So we have the fifth participant. So let me allow that one. So now. And the answer is, we say, welcome to Sanne van Dorp. One place and many opportunities for personal contact. That is so true. They are the place for networking and interaction. But then, Bas, to be honest, I just came from Digital Day in the Netherlands, where we had 1,500 participants, a bit more than we have right here. And there was networking. And there was sort of interaction like what you're doing now through the chat. So you could say that's the same, but what makes events and trade shows so unique? And as a matter of fact, Andrea was saying that already. It's the personal contact, and it cannot be beaten. And I think the more we go on screens, we will in the end say, gosh, eh? I mean, this is what we do. Look on the left of your screen. This is what we do. I'm wearing my ears here. I'm with my laptop in front of me. I do have my coffee around. But we might get tired of it. We might get very tired of it. And more you see people stressing on the safety. Yes, our event is safe. Yes, we have all the safety measures. So if we have a green light, and I hope we have a green light soon, and it differs, as I was telling you in the Netherlands, there is no distinction yet between trade shows and events. The government says that's all the same. Whereas I must say a real trade show is different from a festival, but they do not see the difference. So the trade show market is not open yet. Of course, international travel does a lot. As long as we are not allowed to travel, trade shows, especially international trade shows, are going to be a problem.
But then I think we're during the summer where we will all go on holiday and then business travel will pick up soon. Yeah, may the force be with you, I always say. And let's look for reasons why people should go to trade shows. This is actually my question to you. What is a good reason for exhibitors to come back to trade shows? What would be a good reason that they say, yes, if there's a trade show, I will come back? Because that is the big thing here. People are not going, sort of saving money. And then they have to have the motivation. First, they have to get rid of the fear, like, okay, is it safe? But okay, it is safe, all green lights. What internal motivation should they have that they say, yes, I'm going back to trade shows? Please, in the chat, share it with us. Yeah, it's a two-way street here. So let's see who has an answer. Let me take a sip of my drink. Anyone? Get business up on the foot and see how the situation evolved in terms of competitors. How is your competitor doing after this match? That's a good one, yeah. Interesting insight. Thank you, Andrea. Sanne, anything to add? Kaylee, Bas? And Kaylee says, I think there's a large possibility that in the future exhibitor might not come back if they discover the good alternatives. Aha. That could be so, Kaylee, but then this is actually what we need to talk about is why are they there and then saying, so Kaylee, you're not convinced that trade shows have something extra, something different? Because, and maybe it has to do with my age, but I've been on a lot of online things, both visiting and hosting. But it is not the same, the human interaction, for example. But bear with me. You go to a trade show, you get in the mood of buying, because this online thing, I mean, here, and the response time, the lead time is so long. I wait. So I do not know if you're going to respond. I see that as disadvantages, and I see that as great advantage for trade shows. So yes, a part of them won't go anymore. Say, well, this is far more efficient. Maybe meetings will be less, but the real trade show where the marketplace comes together, I think technically it will be a hard thing to copy, because you have to have the real experience, and the experience is feeling, smelling, and touching when we are allowed to do that again. So, I hope you are not right, Kaylee, and I do not think you're right in the end. I think it will come in one way or another, because yeah, hey, what is more exciting, the live game or the online game? Where is more energy? And I will always say that's on the left where we are live. And the question is hybrid. This is a new thing where you have combinations. You'll see that come into play. But the thing is 2D versus 3D. Kaylee was saying the reasons for clients to do events against online stuff or vice versa. Yeah, it's cost efficient, of course, online, and it's maybe it's easier. But on the other hand, the emotion behind it, the buying mood, as I was saying, you cannot copy that. And although it might seem to be efficient, I would say that the real life event is even more efficient, because you really see something, work, etc., etc. So, and I would say in the pre-math and the aftermath,
you probably are right that that online stuff can be of help. But I think as people we want to meet, unfortunately, I do not know you, and I would love to see you and meet with you and see your emotions. And I do not see them. And that's funny. That's crazy for me. Why will visitors come back? I think that is because they want to feel the emotion. They want to see and touch everybody again. That would be the main reason for me. Well, the good thing of a small group is that we go fast. So what I would like to know from you is, as I was telling you, my background is training people on stand. So my job ended virtually because I couldn't meet and train people. But I'm a sales trainer in person and trying to motivate people to go to trade shows again. And I see slowly people returning. I see a lot of studies from America. I don't know if you know the magazine called Exhibitor Magazine. And they did big studies. And everywhere you hear that trade shows are the motor of the economy. They are, as I would say, the kickstarter for the economy. It has been said, there was a lot of research being done. Because the energy all put together in one place is incomparable with online stuff. But I do not know if you are if you agree with me. So let me unmute everybody. I cannot unmute Sanne. I don't know if Sanne is in the house. Now Kaylee, we did know. So Bas, what is your opinion? You can speak. Everybody hears you. Bas, where are you? Andrea, what's your opinion? I'm sorry. What's your opinion? I'm gonna mute everybody. Guys, I'm gonna finish up. Anyone, any questions to me? Please put them in the chat if you have any questions, because I don't think it's not working quite well. Audio issue, yeah, we heard. No worries. Anyone else? Well, if not, I'm going to conclude the session where my message is that, yes, we are doing stuff online now, but trade shows will return in one way or another. And as soon as the fear has been replaced by the real need, the real urge to go out, we'll be in a good place. So if there are no further questions, and I don't see anything coming, I would say thank you very much and enjoy your day.